is zo mooi. Damn. De lip liner ziet er super mooi uit. Jongens, dit is echt heel erg. Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Het is een hele leuke video, want ik was bij de Primark in Den Haag. En daar spotte ik deze lip kits. Ik zag ze, ik dacht echt, oh my god. Neppe Kylie Jenner lip kits. Tenminste, ik denk echt dat ze daarop gebaseerd zijn. Het zijn namelijk twee metallic liquid lipsticks en twee matte liquid lipsticks. Nou, dat doet me heel erg denken aan Kylie Jenner. En het zijn dus ook lipkitjes. Ik heb vier kleuren, meer zag ik er niet. En daarna loop ik best wel voor volgens mij met make-up producten en andere producten. Dus misschien is er ook niet meer. Maar het zijn best wel aparte kleuren, want metallic is sowieso niet echt iets waar ik heel erg van hou. Maar omdat het zo hip is op het moment, wilde ik het wel graag voor jullie testen. En de liquid lipsticks, de matte, die zijn heel donker en er zit ook een nude kleurtje bij. Maar die is ook vrij donker, denk ik. Ze kosten 4 euro per stuk. En ik ga ze gewoon voor jullie swatchen. Ik heb trouwens even mijn bril op, maar dat komt omdat mijn lenzen niet zo fijn zitten. Dus ik ga even inzoomen en dan ga ik alle vier de lipsticks met jullie doornemen. Het is namelijk echt een first impression, dus ik wil er wel wat bij vertellen. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Doe vast een duimpje omhoog als je zin hebt in deze video. En vergeet niet te abonneren als je dat wil en nog niet bent. Dan begin ik met de matte en dan begin ik met de meest nude kleur. Deze heet Cookie Dough. Dat is best wel een lichte kleur qua naam, maar hij is vrij donker. Dit is hoe de verpakking eruit ziet. Ik ga hem openmaken. Ik ben echt zo benieuwd, jongens. Ik heb nu even een lipgloss, een neutrale lipgloss op. Dus die ga ik eraf halen. En ik verwijder dan daarna alles gewoon met dit. Het is een half lotion, half olie. De beste manier om make-up te verwijderen, vind ik. Er staat trouwens verder niets op wat het belooft. Alleen, ja, een voorbeeldplaatje. En nu kunnen jullie ook beter zien hoe het eruit ziet. Ik vind het er echt super chic uitzien. Ze hebben wel eens eerder liquid lipstick uitgebracht. Ook een van die kitjes, maar dat zag er heel anders uit. De lip liner ziet er super mooi uit. Ik zal het eerst even op mijn handen gaan swatchen. De lip liner is stevig, maar totaal niet droog. Wel een beetje een oranje tintje, maar hij brengt heel fijn aan. En als ik het zo zie, is het best wel een beetje oranje. Maar dat staat mij altijd wel. Wow, wow. Ik ben altijd zo slecht aan uitleggen, maar ik ben echt in shock. Dit is in ieder geval de swatch. Het is heel vloeibaar, maar zo gepigmenteerd. Zo ontzettend gepigmenteerd. Ik weet dat het heel waterig is. Dus daardoor is het waarschijnlijk heel dun en voel je het niet heel erg zitten. Het enige gekke is dat de lip liner veel lichter is en wat meer oranje. Dus dat is wel een beetje dat je denkt, een soort van persie kleurtje. De lip liner is echt top. Zal ik mijn hele lip er even mee inkleuren? Super mat. Totaal niet alsof die gaat vlekken. Maar ja, de tint is wel heel erg hetzelfde. Oké, de kleur vind ik wel heel heftig. Even wachten op die opdracht. En het trekt heel erg in mijn lijntjes. Maar dat komt ook een beetje omdat ik daarvoor die lip liner heb aangebracht. En dat is ook wel, dat maakt het vrij droog. Maar ik heb nog nooit een lipstick gehad die je zo niet voelt zitten. Hij is zo dun. Ik voel hem niet zitten. Hij is super, ja, poederig. Totaal 0,0 kleverig. Echt nul. Hij droogt dus wel echt wat donkerder op, dus ik ben benieuwd. Ik zie wel doordat ik de lip liner eronder heb, dat hij wel daardoor echt veel lichter is. Kijk maar het verschil. Kijk, hij trekt wel echt heel erg in je lijntjes. Oké, nu komt dus het punt dat je gaat zien dat het minder goed is dan een duurzame liquid lipstick. Zagen jullie dat? Hij gaat dus heel erg breken. Dat is echt een nadeel, maar voor de rest vind ik hem top. Hoe gaat hij eraf? Al wel makkelijk. Dat is wel echt een nadeel, jongens. Dan gaan we over naar de andere matte liquid lipstick en dit is Chocolate Brownie. Heel erg paars, bruin, donker. Iets wat ik niet zo snel zou dragen, maar wat denk ik wel heel erg mooi is. Ik ben benieuwd of die hetzelfde is qua substantie en qua hoe droog die is. Hij voelde dus niet heel droog. Mijn lippen voelen nu wel heel erg droog. De lip liner is vrij bruin en weer wat lichter. En dit is wat donkerder en ja, echt een beetje een brownie kleur met een paarse ondertoon. Je kunt er echt heel precies mee werken. Dat vind ik zelf altijd heel erg lastig, omdat ik het niet zo goed kan. En ik vind dit echt verschrikkelijk, een donkere rand. Ik vind het heel lelijk. Dus snel inkleuren. Het dekt heel goed. De applicator voelt trouwens wel heel cheap, maar er valt wel prima mee te werken. Ik heb het niet heel netjes aangebracht. Het is niet zo doordat hij donker is, dat ik er meer overheen moet doen. Hij dekt heel erg goed. Het droogt zo snel op, als een heel erg soort van satijnen poederlaagje, maar is compleet mat. Ik denk dat deze ook weer heel erg gaat cracken. En toen viel mijn batterij uit.
Maar dat is heel erg goed. En daardoor heb ik nu even een kwartiertje gewacht. En kan ik laten zien hoe het er dan uitziet. Veel minder strepen dan die ander. Alleen, er is iets heel interessants gebeurd. Waarbij ik dus nu eigenlijk al kan zeggen, deze lipsticks zijn flop. Kijk maar. Ik heb blijkbaar me gestoten tegen mijn shirt of zo. Jongens. Dit is echt heel erg. Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Ja. Oh. Ze geven dus extreem af. Ik denk dat die metallics anders zijn, dus ik ben daar heel erg benieuwd naar. Maar dit is wel een heel groot nadeel. Ik wil zeggen van ja, ze zijn alsnog leuk, maar ze zijn 4 euro. En tegenwoordig heb je onder de 4 euro betere liquid lipsticks. Dit is natuurlijk wel meteen een kitje. De lipliners zijn goed, maar dit is wel echt een hele grote tegenvaller. Dus dan gaan we naar de eerste metallic liquid lipstick. En dit is Molten Lava. Die ziet er zo uit. En metallic staat me echt niet. Ik vind dat altijd een beetje oma-achtig of zo. De lipliner ziet er super mooi uit. We zouden het eerst op de arm doen. Er komt wel een klein brokje af. Want hij is best wel zacht, dus ik moet niet te hard drukken. Damn. Als dit je highlighter crème was. Hoe noem je dat? Weet je, als een strobing cream. Wauw, dit is zo mooi. Nu ben ik heel erg benieuwd, jongens. Dit is prachtig. Alleen of ik het op mijn lippen mooi vind. Hier. Ja. Dit werkt al veel prettiger voor mij, want het is wat zachter. En wat minder precies. Ik vind de verpakking trouwens gewoon echt super mooi uitzien. Wow. De kleur komt trouwens heel erg overeen met de lipliner. Oh, het staat best mooi. Dit vind ik al veel fijner in het gebruik. En ik heb echt zin om het op mijn wangen te doen. Ik ga het ook gewoon doen. Kijk, het is zo mooi. Oeh. Nee, hij droogt niet op. Dat zie ik al. Wauw, ik ga heel eventjes 10 minuutjes wachten om te kijken wat er dan gebeurt. Want mijn batterij is weer leeg. Jee. Hier ben ik weer. Inmiddels is het iets van een half uur later. En heb ik ook wat gegeten. Want mijn batterij moest even opladen. En ik ben zo verliefd geworden op deze kleur. Ik kijk hier ook in de spiegel. Ik hoop dat jullie het ook zien. Dit is zo ontzettend mooi. En het toffe vind ik, doordat het een liquid lipstick is, is het niet zo dik als een lipstick. Ik vind deze zo prachtig voor de zomer. Dit gaat echt mijn favoriete lipstick worden. Hij droogt niet helemaal mat op. Maar hij is zeker niet plakkerig. En hij geeft nauwelijks af. Ik weet niet, hij mengt zich wel een soort van in je lip. Een heel klein laagje komt eraf, maar totaal niet vlekkerig of zo. Dit vind ik een geweldige lipstick. Ik raad je echt aan om deze te gaan halen. Dit is dus de Molten Lava. Helemaal gek op deze. Dit is echt een 10, gewoon zonder overdrijven. Ik meen het. Nu ben ik heel erg benieuwd naar die andere kleur. Ik denk dat die kleur sowieso minder mooi bij me staat. Hij voelt ook zo chill. Hij voelt, dat is het. Hij voelt gewoon als een lippenbalsem. Heel zacht. Je voelt dat de guttertjes niet zitten. De laatste. Niet echt dat ik denk, deze kleur wil ik heel graag op mijn lip hebben. Maar die gaan we wel voor jullie testen. Ik, voor jullie. Molten Bronze. Ik ben gewoon niet zo van de bronze. Ik ga eerst weer even op mijn hand laten zien. Het ziet er wel weer heel erg mooi uit. Er zijn genoeg mensen die wel van dit soort kleurtjes houden. Dus ik hoop dat die net zo mooi is. Oh, deze is veel harder in zijn gebruik. Ja, dit vind ik dus echt zo'n oma kleur. Sorry als je een oma bent. Ik hou hier niet zo van. Maar bijvoorbeeld Kylie Jenner, die rockt ook echt dit soort kleuren. Maar er niks af. Oké, deze moet je veel meer opbouwen. Op zich werkt hij wel weer wat preciezer daardoor. Oké. Ja, ik voel het eigenlijk precies hetzelfde als die andere. Ik vind gewoon de kleur echt verschrikkelijk. Maar als je hier wel van houdt. Hij voelt dat niet heel erg hetzelfde. Alleen een andere kleur. Ja, dezelfde formule. De formule is sowieso heel fijn op je lippen. Je voelt de glittertjes dus niet. Hij voelt heel erg zacht. Deze voelt ietsjes droger. De lipliner voelde ook al iets droger. Ja, ik vind deze kleur gewoon, als ik het zo scherp zie, vind ik het wel leuk staan. Maar in de spiegel vind ik het echt niet mooi staan. Maar hij is wel weer heel erg mooi. Dus ik weet niet hoe die Kylie metallic zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze veel mooier zijn dan deze. Want deze zijn gewoon top. Alleen is het misschien zo dat je bij die kids dat het wel helemaal mat is. Maar persoonlijk hou ik er wel van dat je het nog zo kunt bewegen. Maar het voelt heel erg als de MAC Satin Lipsticks. Die zijn dus niet helemaal mat. Je kunt nog wel je lippen over elkaar heen bewegen. Maar niet heel erg. Het gaat wel vrij stroef. Dus het blijft denk ik wel even goed zitten. Ik heb net ook gegeten. Je zag, het zag er nog best wel mooi uit. Dus dan is dit de laatste kleur. En dan was dit mijn first impression review van de Primark PS Get Lippy Metallic and Matte Collection Liquid Lipsticks en Lip Liners. Ik heb nog geen één video hiervan gezien. Ook niet van buitenlanders. Dus
Ik vind het weer heel erg leuk. Ik vind het zo leuk om zeg maar, zo snel mogelijk dingen te testen. Dat ik dan gewoon jullie een indruk kan geven. En dat er niet al duizenden video's over zijn gemaakt. Dus ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Nogmaals, doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Ik hoop het. En als je dus nog geen abonnee bent, vergeet je om er niet gratis te abonneren. Dat zou ik super leuk vinden. Want ik maak vaker dit soort video's. Bedankt voor het kijken. Hopelijk zie ik jullie zaterdag weer om 9 uur met een nieuwe video. Doei!